Hi, vandaag iedereen's favoriete onderwerp. Veel gemaakte fouten bij het afvallen. Nou, fout nummer 1 is te weinig koolhydraten eten. Fout nummer 2 is te weinig eiwitten eten. En nummer 3 is te weinig vetten eten. Samen lijkt het tegenstrijdig. Je moet immers minder eten dan je verbruikt om af te vallen. Maar vaak wordt er dan een categorie compleet uitgebannen, zoals die koolhydraten, eiwitten of vetten. Terwijl je ze toch alle drie nodig hebt. Te weinig eiwit is daarbij extra slecht omdat een hogere eiwitinname spiermassa beschermt tijdens het afvallen, waardoor je minder snel gaat jojoen. Fout nummer 4. Te veel cardiotraining doen. Nou, cardiotraining is hartstikke goed voor je gezondheid, zeker goed voor je hart. Maar het is wel een belasting op je lichaam en je valt er ook weer niet zo snel door af. Dus het is eigenlijk meer een belasting dan dat je er heel veel aan hebt en het kost veel tijd. Fout nummer 5. Te weinig krachttraining doen. Ook door krachttraining val je niet enorm af. Maar het zorgt er wel voor dat je je spiermassa behoudt tijdens het afvallen en dus niet gaat jojoen. En bovendien is het ook nog hartstikke goed voor je gezondheid, zoals ik al eerder heb gezegd. Fout nummer 6. Te weinig bewegen. Ook met bewegen val je niet gigantisch snel af, maar het helpt wel. En daarnaast werkt het stressverminderend en het is ook nog eens goed voor je gezondheid, dus dat kan je goed erbij doen. Fout nummer 7. Te weinig slaap. Ik heb het eerder al gehad over hoe belangrijk slaap is voor je gezondheid. Het is eigenlijk echt essentieel om het goed te doen. Door een slaaptekort herstel je minder goed van je trainingen, dus die hebben dan minder nut. En je krijgt ook weer hongerklappen, waardoor je te veel gaat eten en dus minder snel afvalt of zelfs aankomt. De volgende fout, te veel willen afvallen in een te korte tijd. Nou, we willen allemaal zoveel mogelijk afvallen en zo snel mogelijk en daarna weer door met ons leven, maar daar gaat het juist mis. Het doorgaan met het leven zou standaard moeten zijn, met andere woorden, je normale leefstijl zou voor een gezond lichaam moeten zorgen. En dat niet meer hoeft af te vallen en dat zou eigenlijk je basis moeten zijn. En dan de laatste fout. Denken dat een bepaald gewicht je gelukkig of gezond maakt. Eigenlijk zou je niet moeten streven naar een bepaald gewicht, maar naar gezondheid. En welk gewicht daarbij hoort, ja dat zal dan wel. Sowieso zegt gewicht en BMI niet zo heel veel over je gezondheid. Je lichaamssamenstelling, dus de hoeveelheid vet die je hebt, is veel belangrijker. Maar als jij gezond gaat leven, dus voldoende gaat trainen, voldoende gaat eten, goed gaat slapen, voldoende bewegen... Dan zal je afvallen, zal je een gezonder gewicht bereiken, maar je zal voornamelijk veel gezonder worden. En welk nummertje daar op de weegschaal bij hoort, dat is veel minder belangrijk. Hopelijk hadden jullie hier wat aan. Tot de volgende keer.